Dag bezoeker van tweedekamer.blog.nl. Dit is de tweede videoblog. Mijn naam is Lars van der Werf, uw redacteur. En ik ga het vandaag opnieuw hebben over onze minister van Verkeer en Waterstaat, Camiel Eurlings. Hij heeft nogal een ambitieus plan opgevat. Jaarlijks vallen er nu in Nederland zo'n 800 verkeersdoden. En minister Eurlings heeft gezegd, ik wil dat voor 2020 terugbrengen tot 500. Ambitieus is dat. Waarom is dat ambitieus? Omdat wij het land zijn in Europa met een van de minste verkeersdoden. Alleen Malta heeft minder verkeersdoden, heb ik mij laten vertellen door een tekst die AD heeft opgeschreven. Echt een ambitieus plan dus van die man. Hoe wil hij dat gaan doen? Hij wil dat gaan doen door eerder een rijbewijs af te pakken. Hij wil dat doen door hogere boetes te heffen bij te hard rijden en dergelijke. Hij wil dat doen door meer te controleren op alcoholgebruik enzovoort. Ik vind dat een goede zaak op zich. Het is helemaal niet verkeerd. En ik juich dat dan ook absoluut toe. Ik begrijp niet waarom hij dat niet gewoon eerder heeft gedaan al. Ik begrijp niet waarom hij niet al eerder bezig is geweest met het terugbrengen van verkeersdoden. Lijkt mij altijd goed om dat te doen. Er gaat nu een klok tingelen door mijn videoblog heen. Het is 5 uur, dus hij zal dat 5 keer doen. En, ja, nou. 4 keer maar. Nou goed, maakt ook niet uit. Ik ga gewoon door met mijn verhaal. Wat schrijft hij in het AD? Wat zegt hij in het AD? Mensen bekritiseren hem. Ze zeggen van het is veel te ambitieus. Dat moet je niet doen. Hij zegt daarop. Mensen moeten weten, dit pikken we niet. We halen ze uit het verkeer. Als ze dus iets misdaan. Als het niet goed zicht is, dan maar kwaad zicht, schiks. Hij zegt nog meer dingen die ruig zijn. Als het ons lukt, is het een wereldprestatie, roept hij. Is ook waar, want we zijn al vrij laag qua verkeersdoden. Elk verkeersdode is natuurlijk één te veel. Ik bedoel, verkeersdoden ontstaan vooral door fouten die mensen maken. Door een kleine onoplettendheid of door veel ergere dingen. Met dronkenschap, dat soort dingen. En dat wel, je kunt niet alles voorkomen, maar je kunt toch wel een hoop voorkomen door die mensen gewoon van de weg af te halen, zou je zeggen. Wat zegt hij nog meer? Ik zal even citeren uit het AD. Eurlings geeft verder een flinke impuls aan de weggezakte verkeerslessen op school. Vind ik ook goed. Ik heb maar heel weinig verkeersles gehad op school. Hij zegt erover, het is ongelooflijk, maar veel kinderen kunnen niet goed meer fietsen. Ze vliegen zomaar uit de bocht of knallen tegen een boom. Ik heb dat nooit gezien, maar goed, Eurlings zal gelijk hebben. Met de Fietsersbond is een lespakket gemaakt waarmee scholen aan de slag kunnen. Nou, ik vind het een goede zaak. Laten we Eurlings steunen hierin. Het verkeer is belangrijk. We gebruiken allemaal het verkeer.